daar ben ik weer. Het is toch altijd even een hele reis om de wereld om van huis naar hier te gaan. Maar we hebben het weer overleefd. Ik heb thuis ook lekker gemeal prepped, zodat ik hier in ieder geval avondeten niet meer hoef te koken. En nu natuurlijk eerst even de belangrijke dingen. Ik ga koffie zetten. Mijn koffie is klaar. Ik gebruik in mijn koffie altijd van die babylepels. Ik vind die gewoon, ja, fijn formaat. En ik ga deze nu even lekker opdrinken. Hoe drinken jullie trouwens een latte macchiato, cappuccino of nou in ieder geval iets met koffieschuim? Want ik ga dus altijd eerst het schuim eraf lepelen. En dan vervolgens drink ik de koffie die er dan nog onder zit. Ik weet niet, ik vind het schuim gewoon echt heel erg lekker. Oké, dit is zover ik ben gekomen. Ik ben heel erg benieuwd of jullie al zien wat het wordt. Ik zou het knap vinden. Ik denk dat ik het zelf namelijk nog niet zou zien. Maar ja, ik ben dus bezig met een nieuwe wandhanger. Ik moet wel zeggen dat ik hier nog best wel beginnend mee ben. Dus ik ben nog een beetje aan het experimenteren hoe ik het nou precies fijn vind om te werken. Maar wat ik op dit moment doe is dat ik dus de methode gebruik waarbij je het draad gewoon los laat hangen. Want als je over het draad heen haakt, dan zie je het er een beetje doorheen. Dus dan zou je hier bij het zwart bijvoorbeeld een beetje roze doorheen zien. En dat vind ik gewoon niet mooi. Dus vandaar dat ik op dit moment deze methode gebruik. Maar dan ziet de achterkant er dus altijd een beetje gek uit. Maar de voorkant ziet er wel heel erg mooi uit. Dus daar ben ik blij mee. En naast dat ik natuurlijk heel erg veel haak, vind ik het ook heel erg leuk om sieraden te maken. En ik ben daar de laatste tijd best wel weer veel mee bezig. Ik moet ook zeggen, als het mooie weer er weer aankomt, dan heb ik ook veel meer zin om sieraden te maken. Omdat ik over het algemeen in de zomer ook wat meer sieraden draag. Of nou ja, met mooi weer. En ik heb vorige week dus wat besteld. En dat is binnengekomen. Ik heb namelijk deze tang besteld. En als het goed is dit dus een tang waarmee je heel erg makkelijk ringetjes moet kunnen maken. Ik zie wel dat hij aan de bovenkant is opengeknipt. Ik denk dat ik even ga kijken of hij het doet. In ieder geval, dit is dus hoe die eruit ziet. Ik vind het wel een beetje raar dat die verpakking al open is. Oké, dit is dus de tang. En ik ga hem gewoon even uitproberen met wat ijzerdraad dat ik hier heb. Dit is handig. Oké, de tang die doet het. En dit werkt zo makkelijk. Je hebt deze tang dus in 3 verschillende formaten. En ik heb echt heel erg lang zitten twijfelen over het formaat. Want ja, van een plaatje kan ik niet zeggen welk formaat ik nodig heb. Ik heb dus uiteindelijk voor de 2,25 mm gekozen. En als ik het zo zie, dan vind ik het wel een mooi formaat. Op camera kun je natuurlijk niet zien hoe groot het in het echt is. En dat is dus ook wat ik heel erg lastig vond. Want je had op internet nog 1 kleinere en 1 grotere. Maar ik dacht van ja, we gaan maar gewoon voor de middelste. En ik denk dat dat een goede keuze is geweest. Dit ging zoveel sneller dan ik had verwacht. Maar hij is af. Ik vind hem zo schattig geworden. Nou ja, zoals je nu waarschijnlijk wel kan zien. Het is een teddybeer geworden. En ik heb er dus voor gekozen om de teddybeer zwart te maken op een roze achtergrond. Ik vond het wel een leuk contrast. Past trouwens ook wel bij wat ik nu aan heb. Ik ben helemaal in het thema. Maar ja, dit is hem dus geworden. Voor nu is deze in ieder geval af. Ik ga nu even zorgen dat het hier weer een beetje opgeruimd wordt. En ik denk dat ik dan even bezig ga met wat sieraden maken. Want daar heb ik ook wel heel erg veel zin in. Mijn tafel heeft er in geen tijden zo netjes uitgezien. Ik heb dat houten plankje dat erop stond even weggehaald. Want ik vond de decoratie die erop stond gewoon eigenlijk helemaal niet leuk. En nu dat die van tafel is, ja, ben ik ook iets meer tevreden met de tafel. Omdat die op dit moment gewoon lekker leeg is. En dan kan ik er gewoon bezig gaan met wat ik ook wil. Ik heb nu gewoon alle ruimte. Het zonnetje is buiten weer lekker aan het schijnen. Dus ik denk dat ik even lekker naar buiten ga een rondje lopen. En als ik terugkom moet ik maar even kijken wat ik ga doen. Want dit is op dit moment de struggle. Deze la kan niet meer dicht. En dit is eigenlijk waarin ik al mijn sieraden doe als ik ze gemaakt heb. En ja, ze klaar zijn. En als ik dus niet zo goed weet wat ik ermee wil doen. Maar ja, die la die wil inmiddels dus niet meer dicht. En ik moet die sieraden ook echt een keer gaan uitzoeken. En zorgen dat ze allemaal echt af zijn. Zodat ik ze misschien een keer kan gaan verkopen of zo. Want heel veel dingen maak ik. Maar dan maak ik ze net niet af. Omdat ik dan weer zin heb om met iets nieuws te beginnen. Dus wellicht is het een idee dat ik dit allemaal eens een beetje ga afmaken. Zodat ja, ik er ook wat mee kan. En ik moet eens even kijken of ik deze la weer dicht kan krijgen. Want volgens mij is er van alles achtergevallen waardoor die nu niet meer dicht kan. Maar goed, dat ga ik straks doen. Ik ga nu eerst even lekker naar buiten fris neusademen. Ik kom net van buiten en ik heb het best wel heel erg warm. Het is gewoon gek weer, want het ene moment schijnt de zon en dan is het gewoon echt heet. En het andere moment schijnt de zon niet en dan is het best wel fris. Dus ik had wel gewoon nog mijn winterjas aan. Maar op het moment dat de zon scheen, ja, kon je eigenlijk wel zonder jas lopen. Dus het is echt een beetje van, ja, wat moet je nou? Nou moet ik wel zeggen dat ik een heel erg dik vest aan heb. Dus dat was misschien niet de slimste keus. Maar ik probeer de laatste tijd wat meer mezelf gemaakte kleding te dragen. Want ik merk dat ik heel erg veel kleding maak, maar het vervolgens eigenlijk helemaal niet draag. Wat natuurlijk gewoon zonde is. Dus ik wil even laten zien wat ik vandaag aan heb. Want ik ben zo blij met dit vest. En ik heb hem dus ook best wel veel aan de laatste tijd. En op dit moment heb ik er een blouseje onder. En ik vond dit wel een grappige combi. Omdat in dit blouseje zit ook een beetje roze. En het vest is natuurlijk echt knalroze, dus ik vond het wel leuk. Ik heb deze oorbellen erbij. Dit zijn van die strikjes. Die heb ik vorige week gemaakt. En dit vest, dat heb ik dus vorige maand gemaakt. Dit is dus het vest. Het is gewoon een lekkere oversized cardigan. En ik heb er dan gewoon een zwarte pantalon onder. Dus lekker basic, maar wel heel erg leuk. Nou, ik ga er echt aan moeten geloven. Ik ga deze daden uithalen en ik ga hem uitzoeken. Dat verklaart waarom het laadje niet meer dicht kon. Er is gewoon echt een compleet bakje achtergevallen. We zijn inmiddels 2 dagen verder. Ik zit op dit moment lekker in mijn pyjama. Het is namelijk woensdagochtend en ik leef echt in deze pyjama. Hij heeft aan de onderkant echt een mega grote Winnie de Pooh op. Dus ja, ik vind hem gewoon fantastisch. Ik was natuurlijk maandag aan het filmen, maar toen op een gegeven moment in de middag heb ik een middagdutje gedaan. En daarna is er gewoon helemaal niks meer van gekomen. Dus ja, vandaar dat ik nu nog maar even de camera erbij heb gepakt. Ik ga gewoon vandaag ook nog deels meepakken. Ik weet eigenlijk niet wat ik nog ga filmen, maar jullie gaan het gewoon zien. Het laatste is inmiddels in ieder geval netjes. Mijn bureau was netjes, maar ik heb gewoon, als ik bezig ben, dan kan mijn bureau gewoon niet netjes zijn. Ja, ik denk dat het gewoon bij mijn creatief proces hoort. Maar goed, ik ben op dit moment even bezig met een wandhanger. Ik ben hier echt net mee begonnen. Ik heb namelijk mijn eigen patroon hiervoor ontworpen. Dat wilde ik gewoon een keer proberen. En ja, op zich is het redelijk goed gelukt. En ik ga hem nu uitproberen, want ik ben benieuwd of het er ook leuk uit gaat zien. Maar voor nu is dat dus waar ik mee bezig ben. Ik heb gisteren ook best wel wat sieraden gemaakt. Weer van die strikjes. En ik heb ook deze gemaakt. En verder ben ik gewoon een beetje aan het experimenteren met wat ik leuk vind. Dus ik heb hier dan strikjes gemaakt met parels. En die andere die zijn weer met van die kleine kraaltjes. Dus ik ben gewoon lekker een beetje van alles en nog wat aan het uitproberen. En nu ben ik dus aan het haken.